Zo. Ben ik weer. Goedemorgen. Een hele goede morgen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Laat ik mij maar meteen eventjes verontschuldigen voor vorige week. Misschien is het wel opgevallen, misschien is het niet opgevallen. Ik hoop het eigenlijk wel, want dan zit ik er even aan. Kijk. Maar vorige week heb ik dus niks geplaatst. Ja, struggle. Het was eventjes niet zo'n fijne week die ik heb gehad. Of niet zo fijn, ja, met werk, thuisdingetjes. Goed, daar heb ik al een beetje van verteld. Dat liep allemaal niet zo heel erg lekker. Dus mijn motivatie om die zondag, vorige week zondag, wat te doen, dat was gewoon echt. Ik was gewoon. Ja, het ging gewoon niet. Het was niet wat ik wilde. Maar goed, het is gebeurd. Er komt dadelijk nog een keer een zondag aan. Dat is niet komende zondag, maar die zondag erop. Dan ben ik mijn vakantie. Dan moet ik even kijken wat ik daarmee doe. Of dat ik mijn laptop meeneem en dan dat op dingen zet. Dan ben ik mijn vakantie. Eigenlijk wil ik hem wel gewoon meenemen en dat ook gewoon erop zetten, want wij komen op de maandag terug. Of we krijgen een of ik zet maandag pas erop, maandagavond of dinsdag. Ik heb natuurlijk vakantie, dus ja, maar dan moet ik even kijken, hangt er wel. Volgende week wordt waarschijnlijk ook weer zo'n dingetje. Dan moeten we om 10:30 weer trainen. Dan wordt het een beetje krap qua tijd om te gaan sporten daarvoor. Of ik moet weer vroeg opstaan. Maar goed, dan krijg je een klein beetje dat kleine beetje motivatiestukje. Op dit moment iets minder. Het begint er weer een beetje meer te komen. Ik ben nu dus natuurlijk ook geweest. Ik was afgelopen woensdag weer geweest aan mijn dochter. Morgenavond gaan we weer. En dan proberen we woensdag ook weer gewoon te gaan. Dus dat ritme proberen we weer op te pakken. Het was even echt serieus even wel opnieuw. Maar goed, misschien komt het ook wel weer dat je dan even een paar weken met het voetballen tussendoor, dat je toch weer andere ritmes hebt. Nogmaals, kom het met werk was het op een gegeven moment druk. Vervelend druk. Kijk, tussen druk en druk, daar zit een verschil in, vind ik. Maar het was echt vervelend druk. Dat werkt dan op een gegeven moment toch wel een beetje op je in. Blijkbaar. Van de week zijn we begonnen met trainen vorige week. En dat is allemaal leuk. Al die gasten weer zien lekker bezig in op het veld. De nieuwe trainer en de assistent trainer Erik en Dave zijn gewoon, gewoon leuk. Dus helemaal top. Misschien ben ik dat mij dat dan ook weer een beetje gemotiveerd heeft om weer eraan te gaan en weer te gaan sporten. En alles weer gewoon laten lopen zoals het al ging. Dus ook met dit zondagmorgen praatje. Dat ik daar weer gewoon lekker fris op ga pikken en weer ga doen. Hop, even remmen. Anders dan ga ik iemand aanrijden op het zebrapad. Dat moeten we niet hebben. Dus, nou, ik ben dus onderweg naar huis, zoals jullie zien. En dan zit het alweer op. Oh, wat een weer zeg ik. Maar als het goed is, ik heb een goede periode. Want als het goed is, in de loop van deze week wordt het beter. Beter weer. Zonnetje, temperatuur gaat omhoog, regen verdwijnt. En die week daarna, als we dus weg zijn op vakantie, dan moet het weer een beetje worden. Er wordt gezegd tussen de 25 en 30 graden weer. Hoppa! Lekker! Daar gaan we lekker van genieten. Dus, zo, nou, daar waren we weer. Dan gaan we even de auto weer parkeren. Oh, de put is een beetje ondergelopen hier. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Zo. Nou, dat was het dan. Bij deze zeg ik tot
de volgende keer. Even duimpjes omhoog en erop klikken. En dan zit er ook nog zo'n button van abonneren. Doe dat ook eventjes. Voor de mensen die nou voor het eerst kijken. Zou ik leuk vinden om dat te doen. En ja. Ik ben overigens nog steeds bezig met een vlog van de Efteling. Die we al een maandje geleden zijn geweest. Ook dat heeft dus weer met motivatie te maken. Daar ga je achter zitten of daar ga je niet achter zitten. Maar goed, in deze. Nogmaals. Fijn dat jullie gekeken hebben en even een duimpje omhoog, even abonneren op mijn kanaal en dan zie je volgende week weer terug bij de stofjes op de zondagmorgen. Ik zou zeggen met een hele korte afscheid van deze vlog met een ciao.